Tegen de tijd dat mensen het zien, dat de mensen natuurlijk ook wel weten van Leslie en mij. Alles wat hij doet, wat hij zegt, vind ik irritant. Als hij ergens staat, vind ik hem al irritant. Ik ben niet klein, maar wel zo. Misschien is hij heel ondeugend, ik weet het niet. Vriendinnen, welkom bij een nieuwe Inpakken Met. Vandaag ga ik op bezoek met een vrouw die echt één en al porno uitstraalt. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb het natuurlijk over onze Rotterdamse Shirley. Nou. Boes. Hallo. Hallo schat, hoe gaat het met jou? Ja, goed, en met jou? Ja, heel goed. Ik wil er alles over horen. Ja? Kom. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben bang. Ja? Ja. Nee hoor, niet bang zijn. Shirley kennen we van seizoen 7. Hier kwam ze als ex van Robin het water uitlopen. En was ze gauw erg geliefd bij de mannen. Zouden haar vriendinnen nog groter zijn geworden? Of heeft ze inmiddels al haar BBO gedaan? Nou, meid, daar zijn we. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat toch goed? Ja. En met jou? Kenzo. Nou, met mij. Kenzo. Oh, we gaan naar jou. Waar komen jullie? Daar komt een hondje. Oh. Vandaag duik ik de koffer in met de vibrator van de groep. Ik heb het over Mr. Boonda himself. Ivory, wat kan de jongen niet? Het is een DJ, een barman. Ik ben heel erg benieuwd, dus let's go. Hier is het. Zo, Poes, jij werd gebeld. Ja. Met de vraag, wil je nog een keer? Ja, en toen zei ik eigenlijk gelijk, ja, lijkt me wel leuk. Ja. Maar toen duurde het nog een tijdje. In het seizoen waar we jou uit kennen, vond je ze allemaal niet zo heel leuk? Nee. Ik vond eigenlijk niemand nee. leuk. Ja, sorry, maar ik dacht eigenlijk in een gesticht zat. En ja, waar hoop je nu op? Nou ja, ik hoop gewoon op mensen die misschien gewoon, zeg maar, het vermogen hebben om na te kunnen denken, om een gesprek te kunnen voeren of zo, die er ook iets beter uitzien. Als je nou kijkt naar alle seizoenen bij elkaar, op wie hoop je nou echt niet dat je denkt van, oh nee, gaat dat water terug in? Dusty. Ja, ik kan gewoon niet tegen hem. Nee. Ik kan niet tegen hem. Alles wat hij doet, wat hij zegt, vind ik irritant. Als hij ergens staat, vind ik hem al irritant. Ja. Ja. Ik kan hem niet aan. En de vorige keer heb ik hem nog voor hem opgenomen, toen heb hij me geblokkeerd op Insta. Nou, nu ben ik helemaal klaar mee. Ja, echt. Dat wordt wat. Ja. En wie nog meer? Dus die staat wel ook op nummer 1. Ja, oh, en weet je wie ik ook echt daar niet moet zien? Echt niet. Ivory. Oh, daar walg ik van. Mogelijk. Ivory. Hey, Koen. Zo, jongen. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Lekker, mag ik gaan? Kom. Oh, god. Oh, kom. Kom lekker binnen. Deze wandelende vibrator kennen we nog van seizoen 8, waar hij als ex van Romé het water uit kwam lopen. Wat voor drama zou je dit seizoen gaan creëren? Oh. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Ik mag niet klagen. Ja? Ja, maar echt zeker. Ik ben er niet klaar voor. Dat is anders, maar ik mag echt niet klagen. Nee, ik heb er wel zin in. Ja. Maar ik weet echt niet wat ik moet verwachten, dus we gaan het zien. Hi. Hi. Lars. Hi, Lars. Hey, hallo. Hi, Marcello. Koen, aangenaam. Ja, wat is jouw nieuwe tactiek? Geen klootzak zijn. Nee. En wat minder mensen in de onder de douche pakken, dat is al een beetje het idee. Maar... Oh, je wordt flink ge*** onder de douche. Ja. Maar ik probeer heel netjes te zijn dit keer. Je zegt een nieuwe tactiek. Kom je dan ook voor de liefde? Sta je daarvoor open of is het echt wel puur lust? Liefde, sorry, ik geloof niet in liefde bij Ex on the Beach. Ik heel eerlijk in. Maar sta je niet een heel klein beetje open? Je weet het nooit. Er zijn echt stellen uit voortgekomen. Ja, klopt. Ja, er zijn wel stellen uitgekomen. En de stellen die ik ken, in ieder geval, die mag ik ook wel. Dat vind ik ook wel leuk samen, zeg maar. Ja. Maar ik zie mezelf echt niet eindigen met iemand die daar onder een douche heb lopen ballen, sorry. Wat is je team? Laten we het daar eens over hebben. Ik denk dat ik even deze jongens ervoor moet inschakelen, want zij kennen ook een beetje wat ik afgelopen periode heb gehad. Ja, Lars, kan jij er wat over vertellen? Zijn bijnaam zegt al genoeg. Ja. Boonda. Mr. Boonda, je bent dus echt een billenman, nog steeds. Ja, nog steeds altijd een billenman. Dus ik, ja, liever billen dan borst eigenlijk. Ja. Okay. Ik kom er wel een beetje op neer. Okay. Deze man is echt een snijper. Eindelijk van de straat. En vraag, kleiner. Kleiner. Ja. Dat je er lekker mee kan gooien. Ja, jij snapt het. Wil je wat uitleggen, Koen, of niet? Nou, ik heb toevallig een nieuwe reet laten zetten. Ik ben alleen wel wat leeg. Ik ben niet klein, maar wel zo vol. Ja, Nick. Ja. Omschrijf nou echt eens het type van Shirley. Nou, wat is haar type? Nou, rood haar sproeten. Beugeltje. Beugeltje. Zijn er veel nieuwe exen bijgekomen? Nou, ik heb wel aardig wat erbij gehad. Alleen, het zijn wel echt van die veel te lieve typetjes, zeg maar. Van die schattige die
huisje, boompje, beestje ook zoeken. Die zijn weer gelijk verliefd na drie keer seks hebben. Waar ligt het nou dat ze zo snel verliefd zijn? Ben je zo goed in bed? ik heb er nog geen klachten over gehad, laat het zo zeggen. Je bent goed geschapen. Kan je dat over jezelf zeggen? Ja. Nou, ja. Kan je dat over jezelf zeggen? Oké, nou ik denk... Zeg stop. Nee. I'm waiting. Stop. Nee. Oma, heeft het seizoen gezien, waar Shirley in zat? Ja, natuurlijk. Ik kijk alles naar Shirley in. Ja, ja, grootste natuurlijk. Fan. Ja, natuurlijk. En hoe vond u dat? Ja, geweldig. Ja? Ja, ze deed het goed. Ja, dat deed en ze wel. Is echt zoals ze is. Okay. Ik heb wel een lijstje van eventueel dames die kunnen komen, waarvan ik denk van dat gaat hem sowieso niet worden. Oh, dus, vertel eens. Ik denk dat tegen de tijd dat mensen het zien, dat de mensen natuurlijk ook weten van Leslie en mij. Daar hoop je niet op. Nee, daar hoop ik echt niet op. Ik weet je wat het ook is? Ik heb niks tegen haar. Hè? Het is niet dat ik, als ik haar zie, dat ik helemaal cringe feelings krijg en helemaal agressief word of weet ik veel wat. Hoor. Maar je hebt ook niks met haar? Ik heb ook niks met haar op dit moment, nee. Want nee. Ik heb zoiets van, het is afgesloten en er hebben wat dingen gespeeld er tussendoor. Ja, dat ik echt denk van, nou weet je, het is wel mooi geweest. Wat denkt u dat we kunnen verwachten, dit seizoen van Shirley? Nou, misschien iets heel ondeugends, ik weet het niet. Ik ben echt onwijs benieuwd wat je allemaal mee gaat nemen natuurlijk. Ik ben hier om jouw koffer te helpen inpakken. Laten we beginnen met de zwembroeken. En ik denk dat het wel leuk is als jij ze even aandoet. En dan kunnen wij een cijfer geven en dan kunnen we even overleggen welke het wordt als jij het strand op komt lopen. En van wie word je nou heel erg blij? Nou, ik zou het wel leuk vinden als Lester is. Ja, dat is natuurlijk jouw vriendin. Ja. Ja. En qua mannen? Nou, ik heb niet zo snel problemen eigenlijk met hem. De meeste vind ik gewoon dom, maar wel aardig. Wel grappig. Ja, dus niet één waar ik speciaal op hoop of zo. Wie dan? Pinten. Nee. Oh. Nee. Jawel. Quinten nee. Van Janna. Jezus, ik word hier heel de dag geflamd om hem. Oh, wauw. Ja, ik vind het behoorlijk aan veel. Ja. Lekker wel. Nou, meisje, een hele koffer. Ja. Laat eens zien wat je allemaal mee gaat nemen. Oké. Ga ik het even inpakken voor je. Nou, dit vind ik het belangrijkste wat er bestaat. Lekker ruiken. Ja. En stop die zwembroeken gelijk in je koffer. Hoef ik het niet te doen. Ik zit wel goed. Ja, ik weet niet echt wat hier de bedoeling van is, maar ik zag het ergens op Insta en ik dacht dat het leuk was. Ja, dat is maar ik weet nog niet of ik het leuk vind als ik het aan heb. Een soort kwal. Ja, nee, dat is mooi. Dat staat ook mooi op je huid, die kleur. En ik heb een hele leuke sokken. Dit is ook wel wat voor oma Dien. Nou, ja, dit is hartstikke leuk. Hou eens op. Dit is echt hartstikke leuk. Kijk. Lekker rond de hoek. Maar kijk, dat is toch leuk met dit zo? Zo met dit? Britney Spears in the building. Ja, maar kijk, dit vind ik dus wel een beetje pikant. Die is wel echt heel kort. Maar het lijkt wel een riem, zo kort. Ja, hè? Het lijkt wel een riem. Kijk. Een soort hoofdtooi. Dat kan ook altijd zo. Dit is ook helemaal heerlijk. Ja, nou dat weet ik dus nog niet. Maar ik kon niks goud vinden en ik had wat goud nodig. Oh, dit is ook een golden party. Ja. Maar ik denk niet dat dit... Ik vind het nou net... Als je de marathon hebt gerend en dat zo... Ja, maar zo onderkoeld ben of zo. Nou, je koffer is ook groot. Alles is groot. Oké, ik doe mijn jas aan. Zo meid. Zo meid. Jij bent er klaar voor. Heeft ze nog tips of advies? Blijf jezelf bij. Pak alles wat je pakken kan. Ben je klaar voor? Ja, let's go. Oh, wat een service allemaal hier, jongens. Naar jou. Ja, dank je. Nou, dat komt best goed zo. Dat komt best goed. Natuurlijk. Sure. Ex on the Beach, Double Dutch, All Stars. Vanaf zondag 7 april, 10 uur op MTV.